Jeroen van der Zwan, voorzitter van Nuno. Tijd voor de jaarlijkse paasupdate. De paus heeft een boodschap, dus de voorzitter van Nuno ook. Ja. Laten we eens algemeen beginnen. Hoe staat de club ervoor? Ik denk goed. Als ik kijk op sportief gebied, doet het eerste het gewoon heel goed. We hebben een heel leuk seizoen. In de breedte, qua senioren, doen we het goed. Jeugd zit steeds meer beweging in. Worden stappen gemaakt, ook al zijn die niet altijd zichtbaar. Maar dat gaat goed. Financieel denk ik goed, staan we er goed voor. En er komt steeds meer reuring en gezelligheid. Op de donderdagavond is het gezellig. Extra activiteiten door dan wel de bingo's, de activiteitendames die leuke dingen doen. Binnenkort de 15e een pubquiz op Duno. Ja, er zit leven in. Leven in de club. En als de voorzitter dan zo'n zaterdag op Duno is, waar geniet hij dan het meest van? Nou ja, afgelopen zaterdag waren dat mijn twee kinderen die ik bij me had in mijn eentje, terwijl mijn vrouw in Rome zat. Dus dat, maar als ik dan als zaterdag langs de kant sta en ik sta in dit geval op het sponsorterras, dan staan er een heleboel mensen om me heen. En dan is die reuring daar. En dan zie ik, dat was niet het beste voetbal, maar dan zie ik wel een leuke partij. Twee ploegen die willen voetballen. Dat zijn wel leuke dingen dan om te zien. En daar word ik blij van. En aan de andere kant op het veld zie ik ook leuke dingen. Veteranen die dan wel op dat moment verliezen. Maar ook daarin een leuke partij. Ook tegen een tegenstander waarvan ze dat vooraf niet altijd verwachten. Maar dat was ook gewoon sportief. Dan loop je hier in ieder geval met een tevreden gevoel op het complex rond. Club in een breedte had je het al even over. De jeugd van Duno, hoe is het daarmee? Dat is nu eigenlijk zie je de inventarisatie ook alweer naar volgend jaar toe. Er zullen wat wijzigingen zijn in de opbouw. De tussencategorieën die willen we eigenlijk toch tussen uithalen van de tussen 12 of onder 12 en onder 14. Om te kijken of we zo die piramide toch steeds meer kunnen optimaliseren om eigenlijk die doorstroom naar boven toe helemaal goed te kunnen krijgen. Ook al zijn we daarin beperkt met twee velden. Dus het aantal teams wat je kwijt kan, dat is nog altijd lastig. En dat wisselt natuurlijk ook nog wel in welke leeftijdscategorie de leden zitten. Dus daar is Stefan echt heel erg goed mee bezig. En dan zie je echt in de afgelopen jaren ook daarin weer steeds stapjes gemaakt worden. Soms moet je wel eens een stapje terug doen om vooruit te kunnen. Maar daar komt steeds meer lijn in en steeds meer de aansluiting naar de senioren. Stefan is Stefan Mulder, want bestuurslid voetbalzaken. Het is beter dat de voorzitter daar niet zelf over gaat, toch? Nee. Stefan heeft wat dat betreft zijn sporen meer verdiend als ik dat gedaan heb. En ook niet. Stefan doet het ook niet in zijn eentje. Het schijnt dat de voorzitter wel de held is van het vrijdagavondvoetbal voor wat ouderen. Dat klopt wel. Dat is wel een beetje mijn pakje aan. In ieder geval dat organiseer ik. Of daar ben ik wel een beetje de voortrekker in. En daar hebben we inmiddels in ieder geval twee herenteams en een dameselftal. Ook daarin zie je hele leuke, gezellige dingen gebeuren. Dat is alleen maar leuk. En Wim van Malen die natuurlijk Stefan Mulder ondersteunt bij de jeugd. En als je dan ziet hoe een onder 19 dit doet in de hoofdklasse. Voor Duno echt heel erg lang geleden dat we op dat niveau spelen. Een onder 16 die halve finale staat voor de KNVB-beker. En als je dan die bekerwedstrijden ziet, ook eerder al in het seizoen de onder 19 hier thuis bij Duno. Wat voor spanning dan dat er is en de ontlading die dan bij de jongens is. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Als de voorzitter het clubleven van dit moment een cijfer moet geven, welk cijfer is dat dan? Ik denk dat we dan wel op een 7,5 van 8 zitten. Dat is denk ik wel gezegd. Er is altijd ruimte voor verbetering. En ik denk dat ook vertel eens, waarin? Een feestje, de connectie tussen senioren en jeugd. Dus op het moment dat er vanuit de jeugd activiteiten zijn, dat senioren daar wat makkelijker bij aansluiten en andersom. Daar zijn denk ik nog wel stappen te behalen. Maar ook daarin zie je wel dat die samenwerking tussen de mensen die eigenlijk de kar daarin trekken, dat die steeds beter gaat. Dan gaat automatisch die wisselwerking ook beter. Al compliment ook daarin bijvoorbeeld voor de huidige selectie. Als ik zie hoe actief die zijn, ook buiten het veld en meedoen in de activiteiten. Dan een groot compliment daarin. Op weg naar 100 jaar gaat Duno. Gaat de voorzitter en gaat Duno dat halen? Nou, dat gaan we zeker halen. Er zijn al echt heel veel dingen over eigenlijk op touw gezet. En beslissingen genomen. Daarin worden eigenlijk de puntjes op de i gezet.
En dat wordt gewoon een heel erg leuk seizoen. Beginnend met het ijsspeldentoernooi. Dat is dit jaar nog groter, met nog meer ploegen. En nog ja, een HBS er dit jaar bij. Dat gaat wel heel erg groots uitgepakt worden. En ze gaan we in ieder geval een mooi jubileumjaar starten. Met dan uiteindelijk naar november het jubileumfeest. Eerst dan hier op vrijdag dan nog de receptie en op zaterdag het feest. Op een hele mooie locatie die we hebben kunnen regelen. En alle activiteiten die daartussen zitten voor van wel walking voetbal, jeugdactiviteiten die geregeld worden. Maar ik denk dat daar voor iedereen hele leuke dingen gedaan worden. Ziet de voorzitter van Duno de Paus wel eens op het Sint-Pieterplein met de Pasen staan? Alleen op tv. Oh. Nou, dat beeld even. Pak even de camera. Wat gaat de voorzitter van Duno vlak voor de paasdagen tegen al die Dunoers en al die kijkers zeggen als boodschap op weg naar de komende weken? In ieder geval zo belangrijkste is in ieder geval een hoop gezondheid. Als er dit weekend gevoetbald wordt met je elftal, want niet iedereen zal dat doen. Heel veel succes, heel veel plezier. Toernooien als je daaraan meedoet. Heel veel plezier, want dat is het belangrijkste in ieder geval wat er is. En geniet voor de rest van de mooie paasdagen. Weer valt toch weer wat een beetje tegen als ik zo de weersvoorspellingen zie. Maar maak er in ieder geval het mooiste van met de familie. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Dank u wel, voorzitter.